Zojuist kwam Hedwig nog even naar me toe. En Hedwig zei van, ik had de indruk dat voor die mensen die misschien die honger niet ervaren. Sommige mensen voelen zich verzadigd of sommige mensen hebben zoiets van, ik ben helemaal niet meer zo hongerig of dorstig als ik misschien wel zou willen. God toonde Hedwig een plaatje waarin de leeuw over zeg maar de top van de berg heen keek. En hij daagt ons uit om niet tegen die berg op te zien, maar mee te kijken over die bergkam naar het verre gezicht van wat er allemaal nog is. Dat maakt zo hongerig. God wil ons uitnodigen om te kijken naar het meerdere van wat we ooit dachten te kunnen beleven met God. God verlangt dat we meekijken over die bergkam en dat we samen met de leeuw die schreeuw aanheffen. Meer van u, Heer. Meer van u. Ik geloof echt dat het seizoen is voor meer van God. Het is tijd om over de bergkam heen te kijken. Niet tegen de berg op, maar eroverheen te kijken samen met de leeuw van Juda. En de roep te durven aanheffen. Dit seizoen verlang ik meer van u. Nou, we gaan eens heel eventjes samen kijken naar een onderwerp. Oh, daar is mijn preek, dankjewel. En dan mag jij deze hebben. Dankjewel. Ja, ik kan het vanuit mijn hoofd, maar dan zitten jullie hier om 3 uur nog. Dat papier is niet om mij te helpen herinneren wat ik zou gaan zeggen. Dat papier is er om me te helpen herinneren aan het feit dat ik me houd aan de dingen die ik heb voorbereid en dat ik niet nog meer vertel. Want eerlijk gezegd, mijn grootste probleem is niet waarover zal ik het zondag eens hebben. Mijn grootste probleem is, wat laat ik zitten? Er is zo ontzettend veel. Ik ben zo knettergek op Gods woord. Ik ben zo knettergek op de heerlijkheid die God openbaart in zijn woord. En ik vind het echt altijd een uitdaging om te schrappen. Nou, gelukkig heb ik daar een vrouw voor gekregen. Jannie, die heeft vanaf het begin af aan, toen ik begon met preken, heeft ze de gewoonte gehad om even te kijken, wat ga je zondag zeggen? En dan zegt ze van, oké, het is allemaal prachtig, maar wat wil je nou eigenlijk echt zeggen? En haal de rest eens even weg. Dat is een enorme, enorme genade om zo iemand naast je te hebben. Oké, we gaan samen kijken naar wat eigenlijk het aller mee stelt. We gaan het hebben over liefde. Liefde telt het meest, is het thema voor deze ochtend. En ik wil er even op wijzen dat God de mens heeft gemaakt uit liefde. God heeft ons gemaakt als voorwerp van zijn liefde. En toen het misging in de Hof van Eden, had God onmiddellijk al een plan klaar. En de Bijbel zegt dat Jezus is gekomen vanwege Gods liefde om ons te redden. Dus de schepping was een daad van liefde. En onze redding is een daad van liefde. En God draagt ons in zijn liefde. Liefde was het begin en liefde zal alles overleven, zegt Gods woord. Liefde is het antwoord van God op elke vraag. Liefde is Gods antwoord op elke vraag. En liefde zou voor jou en mij het antwoord moeten zijn op elke vraag. Er zijn heel wat mensen die leven met vragen over van alles. En ik merk dat heel veel mensen terechtkomen dan op een gegeven ogenblik bij, is nou dit de ultieme waarheid, ja of nee? En ik zeg, de enige manier om liefde een goede plek, of om waarheid een goede plek te geven, is als het doordrenkt is en gefundeerd is op liefde. Kijk heel even mee naar wat Matteüs 22, vers 36 en 39 zegt. En ik ga dit vandaag in een iets ander licht zetten dan tot nu toe. Daar staat dit. Meester, en Jezus wordt er aangesproken, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus antwoordde en hij zei, heb de Heer je God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede daaraan is gelijk. Heb je naaste lief als jezelf. Dus God zegt eigenlijk, oké, tot nu toe, alle schriften
zeggen dat je God mag liefhebben met heel je hart, met alles wat je bent en met alles wat je hebt. En dat je elkaar mag liefhebben. We zijn bedacht en bestemd voor liefde. Bedacht en bestemd voor liefde. God is de bron van liefde, aanvaarding en vergeving. En de vijand is altijd uit op confrontatie en haat en afwijzing en vernietiging. Ik geloof dat het ontzettend belangrijk is dat we snappen dat God enkel goed is. Dat God enkel liefde is. Dus de Bijbel zegt dat God is liefde. God heeft niet liefde. Wat je hebt, dat kun je verliezen. God is liefde. God is liefde. Nou. Niets op deze hele planeet is belangrijker dan liefde. Liefde voor God, liefde voor elkaar. Jezus zegt, liefde staat in mijn top 3, op nummer 1, 2 en 3. Liefde. En het enige blijvende is liefde, wat er ook gebeurt. En de enige blijvende wet is de wet van de liefde. Jezus zegt dus in Johannes 13, vers 34, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Jezus zegt, ik kom met een gloednieuw gebod. Ho, wacht even, zeggen de meesten. Had Jezus al niet eerder gezegd van, heb God lief en je naaste lief als jezelf? Ja, maar en de hele wet. In Leviticus wordt al gesproken over het feit dat je je naaste moet lief hebben als jezelf. Maar Jezus zegt, ik heb een heel nieuw gebod voor je. Dat daar ver bovenuit gaat. Het nieuwe gebod uit Jezus' mond. En het is belangrijk dat we het verschil snappen tussen liefde in het oude verbond en liefde in het nieuwe verbond. In het oude verbond wordt gezegd, heb lief in de mate waarin je jezelf lief hebt. Dus eigenlijk ben jij daar de beperkende factor. Als jij jezelf niet voldoende lief hebt, Dan zou dat kunnen betekenen dat je dus niet in staat bent tot liefde voor anderen. Of als er een hoe grootheid is die tot hier reikt. En dat is al behoorlijk wat misschien. Maar verder dan dat kan het niet komen volgens de wet. En dan zegt Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod. Ik geef jullie een wet van liefde. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Dus niet zoals jij zelf kunt lief hebben. Jezus tilt het uit boven je persoonlijke vermogens. Jezus tilt het uit boven je menselijke maat. Jezus tilt het uit boven de wet. Hij zegt, er is een nieuwe wet van kracht en dat is een geestelijke wet. Dat is dus niet een wet van dit moet ik doen, maar het is een geestelijke wet van liefde. En Jezus zegt, je tapt dus niet uit het vaatje van jouw eigen vermogen, maar je tapt uit het vaatje van een geestelijke voorraad van liefde die afkomstig is uit het hart van God. Dat maakt alle dingen anders. Dus eigenlijk zegt Jezus, ik til alles wat de wet ooit heeft gezegd over liefde, til ik naar een nieuw niveau. Een niveau dat alleen maar mogelijk is door de kracht en door de openbaring en door de genade van Gods geest, die de liefde van God die in zijn hart is en de liefde van Jezus Christus in jou naar boven stuwt naar een geestelijk niveau. Het is feitelijk, is de liefde die God wil laten stromen, is de liefde volgens de norm van de hemel. Weet je, we hebben met z'n allen, hebben we 100 keer gezongen, 1000 keer gezongen, 1000 keer gebeden. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. De norm van de hemel, dus even, is er in de hemel een gebrek aan liefde? Nee. Is er in de hemel een gebroken relatie? Nee. Is er in de hemel de vraag,
heb ik nog wel voldoende voor de volgende stap? Nee. Dat betekent dus dat de liefde van de hemel wil doorbreken op aarde. En dat betekent dus dat jij en ik een nieuw niveau van de liefde van Christus niet uit eigen kracht hoeven op te brengen, niet uit eigen kracht hoeven te produceren. Want dat zou de grootste fout zijn. Als we op een gegeven ogenblik zeggen, oké, nou moet ik heel erg hard werken om lief te hebben zoals Jezus lief had. En dan loop je dus feitelijk weer in de pas van Leviticus. Het is de bedoeling dat je het niveau van de hemel laat stromen in je en door je. Het niveau van de hemel stroomt in je en door je. Ik ga proberen daar wat meer over uit te leggen hoe dat werkt, want dat is altijd mijn grote worsteling. Soms ben ik helemaal verliefd op een bepaald concept, maar dan schrijf ik er vaak in mijn Bijbel bij. Als ik iets lees waar ik enthousiast over ben, ja, maar hoe? Hoe? Oké, we gaan kijken of we daar vandaag wat verder uit kunnen komen. De beste besteding, en ik heb 3 stellingen op basis van mijn eigen denkproces. En vergeef me, het is mijn denkproces. Misschien komen jullie tot veel briljantere dingen. Maar zover ben ik gekomen afgelopen week in mijn eigen denkproces. De beste besteding, heb ik vastgesteld, van mijn leven is liefde. De beste besteding van mijn leven is liefde. De Bijbel zegt dit in 1 Johannes 4, vers 8. Daar staat, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Nou, staat hier dus eigenlijk niet, die heeft nooit kennis gemaakt met God. Het woord kennen, wat hier wordt gebruikt, dat is gemeenschap hebben met. En eigenlijk zegt hier de Bijbel, oké, dit is geen oordelende tekst, dit is een tekst waarin iets wordt vastgesteld. Als jij niet lief hebt volgens de norm van het nieuwe verbond, dan betekent dat feitelijk dat je nog niet bent binnengebracht in de volheid van de liefde van God, waardoor het kan gaan stromen. Eigenlijk zegt daar de Bijbel, hey, dit is dus even niet een tik op je vingers. Eigenlijk zegt de Bijbel, dit is een uitnodiging om terecht te komen waar ieder kind van God terecht mag komen. Namelijk op een plek waar de liefde van God kan stromen uit relatie, uit gemeenschap, uit vereniging. Ik kan absoluut, ik ben denk ik best een aardige vent. Nou ja, soms niet. Maar ik heb onvoldoende in huis om in alle omstandigheden de liefde te geven naar de maat van Christus. En ik geef daarin aan dat ik echt af en toe schromelijk tekort kom. Ja, dan blijf ik wel vriendelijk glimlachen hoor. Ik heb de laatste jaren niemand meer op zijn gezicht geslagen. En ik ben altijd lief en aardig, maar soms in mijn hart, hè. Soms in mijn hart, hè, dan gebeuren er dingen waarvan ik denk van, ik hoop niet dat er iemand is die daar een filmpje van mijn hart kan maken en dat op de beamer laten zien. Hè. En dus geef ik heel eerlijk aan dat ik de norm van de hemel niet haal in eigen kracht. Ik heb het dus nodig om gemeenschap te hebben met God en van daaruit gevoed en gevuld te worden met de liefde van zijn niveau. De Bijbel zegt, God is liefde. En elke vorm van gemeenschap, dus als het kennen van God gemeenschap hebben is met God, een continu gemeenschap, elke vorm van gemeenschap brengt vrucht voort. En als gemeenschap vrucht voortbrengt, dan is dus de vraag, als er dus bittere vruchten uit mij of bittere vruchten uit jou tevoorschijn komen, wat is dan de bron waarmee je gemeenschap hebt? Wat is de bron waar jij gemeenschap mee hebt? Als de vruchten van je leven bitter zijn, dan moet je niet de vruchten bestrijden, maar dan moet je terug
Maar met welke bron had ik gemeenschap die deze vruchten voortbracht? Je moet een niveau dieper gaan. De buitenkant is alleen maar het resultaat van. De diepte willen we in. Ik haal even een klein stukje tekst tevoorschijn uit Jacobus 1. En dat is dan eigenlijk een negatief verhaal over negatieve gemeenschap met negatieve dingen. Maar wat geldt, is het principe. En dat principe haal ik even naar boven. De Bijbel zegt daar in Jacobus 1, vers 13 tot en met 17, wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God, want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. En die hem lokt en meesleept. En is de begeerte bevrucht, dan baart ze de zonde. En als de zonde volgroeid is, dan brengt ze de dood voor. Geliefde broeders en zusters, vergis je niet. Elke volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader der hemellichten. Bij hem is nooit enig verandering of verduistering waar te nemen. Eigenlijk zegt hier de Bijbel, als jij gemeenschap hebt met een verkeerde bron, dan is het resultaat dat daar iets bevrucht raakt en iets gebaard wordt. En dat principe geldt dus zowel in zonde als in positieve vrucht. Want het is een principe. En dat betekent dus dat de mate waarin jij gemeenschap hebt met God, is de mate waarin er bevruchting, geestelijke bevruchting plaatsvindt. En die geestelijke bevruchting, die baart iets. In dit geval leven Gods en liefde. Liefde. Kun je me nog volgen? Het is heel stil aan het worden. Dit gaat even een laagje dieper. En je moet je hoofd en je hart eromheen proberen te krijgen. Je moet het proberen te bevatten. Maar de beste besteding dus van mijn leven is liefde. En dat betekent dus dat het begint met het besteden van je tijd en je liefdesaandacht aan God. Je gemeenschap met God. En in je gemeenschap met God ben jij dus de ontvangende partij. Je geeft liefde, maar uiteindelijk is het zo dat God kun je er nooit uitfietsen in de hoeveelheid geven. Dus God geeft altijd meer dan dat hij van jou kan ontvangen. En dat betekent dus dat gevende liefde van God bevrucht jou. En jij bent de ontvangende partij. Jezus zegt dus, heb de Heer je God lief met heel je hart en met heel je ziel, met heel je verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede eraan gelijk is, heb je naaste lief zoals ik jullie heb lief gehad. Voegt hij er dan op een andere plek aan toe. We leven dus om bevrucht te worden met de liefde van God. En we leven van daaruit om te bevruchten in onze relaties. Een van de grootste problemen in deze tijd is dat de kerken niet meer de plek hebben die het zou moeten hebben, omdat christenen bang zijn om zich te storten in het leven, omdat ze bang zijn dat er een vermenging van de wereld plaatsvindt met hen. Eigenlijk zeggen ze, ik zonder me af en ik ga een soort nieuw uitgevonden kloosterleven leven, omdat ik bang ben besmet te worden door de wereld. En feitelijk snap je dan dus niet dat je ontvangende plek is bij God en je gevende plek is in de wereld. Dat betekent dus dat jij bedoeld bent om een bevruchtend leven te leven vanuit de bevruchte situatie in je relatie met God. Dus daar waar jij bevrucht wordt door de liefde van God, word jij een bevruchter overal waar je komt. Dus overal waar jij komt, doe jij wat God deed met jou in jouw relatie. Je bent een... Liefde heeft niets te maken met je gevoel. Ja, ook wel iets. Er komt wel gevoel bij. Maar liefde is een keuze. Ik ben soms een etterbak naar God toe. En toch geeft God zijn liefde ondanks mijn houding. Want God
vindt me niet alleen maar leuk, maar God houdt van me. Hij vindt me niet alleen maar aardig, en soms wel wat minder, maar hij houdt van me. Zijn liefde gaat verder dan aanvaarding, acceptatie of het leuk vinden van mijn gedrag. Hoor je wat ik zeg? Dus, God heeft heel goed door dat jij tekort schiet. En toch houdt hij van je. God snapt als geen ander hoezeer jij soms worstelt met je relatie met hem. En toch houdt hij van je. Want God heeft geen liefde die hij kan verliezen, maar God is liefde. En dat betekent dat jij dus ook naar het beeld van God, een beeld dragen van God, bevrucht zijnde met de liefde van God, een liefde mag gaan uitwerken die van een hemelse kwaliteit is, die niet afhankelijk is van de reactie van de ander. Het spijt me verschrikkelijk als jouw liefde afhankelijk is van hoe leuk de ander op jou reageert, dan ben je nog niet op de plek waar God graag wil dat je terechtkomt. We zijn bevrucht om te bevruchten. Je omgang met God is bedoeld om jou te bevruchten met liefde, zodat we veranderen naar Gods beeld. En je omgang met anderen is bedoeld om die ander te bevruchten met liefde, om te helpen dat die ander verandert naar Gods beeld. Elke relatie toont vrucht. Gods liefde verenigt, Satans liefde verdeelt. De Bijbel zegt dat God verlangt om alles samen te brengen, te verenigen onder Christus. Het hoofd. En een van de namen van de vijand, van Satan in de Bijbel, is diabolos. Dat betekent letterlijk uiteenwerper. En als jij, als jouw relaties met de mensen om je heen verdeeldheid veroorzaken, als de relaties die jij hebt met mensen verdeeldheid veroorzaken, dan is de kans groot dat je dus gemeenschap hebt gehad met een bron die verdeeldheid is. Ik geloof oprecht dat de bron waarmee jij gemeenschap hebt de vrucht laat zien in je leven die overeenkomstig is. Dus ik vraag jou, als jij merkt dat er verdeeldheid ontstaat waar jij verschijnt, ik vraag je, onderzoek, waar lag de bron van deze situatie? En hoe kan ik terug naar gemeenschap met de bron die verenigt? Ik bedoel, dit is heel even, het voelt alsof je zelf weer iets moet doen, maar het enige wat je zelf moet doen, is je bron veranderen waarmee je gemeenschap hebt. En daar komt je gedrag uit voort. Oké, als de Bijbel dus zegt, en boven alles kleed je in de liefde, dat is de band, de enige band van volmaakte eenheid. Terwijl zegt, dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. Jij bent een bevruchter die eenheid veroorzaakt. En je bent iemand die altijd bedekt. Een van de grote problemen is dat wij vaak kunnen liefhebben zolang mensen precies doen wat wij denken dat juist is. En eerlijk gezegd, even los van de hele thematiek, hè? Eugene Peterson, degene die de Message Bible heeft
geschreven. Die zei onlangs dat zijn compassie voor mensen die homoseksueel zijn groter is dan gemiddeld in evangelische kerken wordt waargenomen. En hij zei er wat dingen over en hij kreeg de hele, zeg maar, Amerikaanse vooral hoor, de hele Amerikaanse evangelische wereld met zulk een felheid over hem heen. Even los van de vraag wat wij vinden van homoseksuele relaties. Maar ik zeg je dat als Eugene Peterson te liberaal is geweest in zijn overwegingen, dan heeft hij gedaan wat de Bijbel zegt. In de eerste plaats moeten jullie elkaar lief hebben met hart en ziel, want liefde is bedoeld om tal van zonden te bedekken. En wat deden dus al die evangelische predikers, niet allemaal, Godzijdank, maar toch een aantal. Dan lees je commentaren op Eugene Peterson waar de honden geen brood van lusten. Hè? En dan denk je bij jezelf, het grootste probleem voor mij, waar ik dan ook sta, hè, het grootste probleem voor mij is niet Eugene Peterson. Het grootste probleem is de haat die jullie uitkotsen over iemand die iets zegt waarvan jullie zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Dan zeg ik, dan kan de bron waarheid misschien wel kloppen, maar de bron liefde klopt van geen kant. Ik geloof dat op het moment dat haatmail en haatreacties voortkomend uit jouw, zeg maar, perspectief van de waarheid, als dat gedeeld moet worden met de wereld, dan communiceer jij vanuit een bron die in mijn ogen niet oké is, ook al zou je 100 keer gelijk hebben. Ik geef het je gratis mee en ik snap het, dit is allemaal best wel eng, maar ik geloof dat wij een levensstijl, een gevende levensstijl mogen hebben, die altijd uit is op het communiceren van liefde, wat het standpunt van de ander ook is en hoezeer je het daar ook mee eens bent, ja of nee. Zeg even tegen degene die naast je zit, je kunt me dus alles vertellen, ik blijf toch van je houden. En heel veel mensen denken ook in termen van wat iemand bereikt, dat is het hoogst haalbare in het leven. Ik zeg je, wat je geeft in je leven is het hoogst haalbare. Op je sterfbed, ik ben bij een aantal mensen aanwezig geweest die hun laatste reis naar huis maakten. En ik ben nog nooit tegengekomen dat iemand zei, ik wil me heel graag omringd weten door mijn diploma's. Oh, breng me mijn spaarbankboekjes. Ik wil ze allemaal om me heen hebben op het moment dat ik deze wereld verlaat. Breng me mijn kostbaarste bezittingen. Het enige wat ik altijd ben tegengekomen was de vraag, breng me mijn geliefde. Op dit moment is er maar één ding belangrijk, mijn liefde met God en mensen. Uiteindelijk is dat waar het om draait. Mijn vraag aan jou is, wat is de beste besteding van jouw leven? De Bijbel zegt, deze drie dingen blijven altijd bestaan. Geloof, hoop en liefde. Maar liefde is het voornaamste. Liefde telt het meest. En het gaat er niet om wat je bereikt in je leven. Het gaat er om wie je bereikt in je leven. Bereik je in je relatie met God de diepe gemeenschap die jouw vrucht doet dragen in liefde. En bereik je er van daaruit mensen om je heen. De Bijbel zegt, wat ik ook zeg,
En wat ik ook geloof en wat ik ook doe, zonder liefde ben ik volledig bankroet. Ik geloof dat daar waar mensen geloof en hoop hebben en praktiseren en uitleven zonder liefde, dat leidt absoluut tot religieus fanatisme. Je kunt met geloof de Twin Towers invliegen. En je kunt met geloof Eugene Peterson volkomen in elkaar rammen op internet. Maar religieus fanatisme heeft nog nooit iets goeds voortgebracht. Jezus zegt, pas op voor het zuurdeesem van de Farizeeën. Pas op. Laat nooit fariseïsme de kerk overnemen, maar liefde. Liefde. Punt 2. Een pittige boodschap, Richard. Dank je. De beste expressie van liefde is tijd. Hoe spel je liefde? Hoe spel je liefde? T lange ID. Tijd. De Bijbel zegt dit. Dat is trouwens ook een heel leuk punt dit. Vrienden, we moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. We moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. Jannie, wat wil je van mij het allerliefste? Bloemen? Cadeautjes? Of onverdeelde aandacht en tijd? Jannie wil van mij... Ze heeft namelijk al onverdiende liefde en aandacht voor mij. Dus ze wil nu ook bloemen. Nou, oké. Onverdeelde liefde en aandacht. Weet je, iedereen heeft verschillende energie. Iedereen heeft verschillende hoeveelheid geld. Iedereen heeft verschillende hoeveelheid talenten. Maar iedereen heeft dezelfde hoeveelheid tijd. 168 uur per week. En 24 uur per dag. Iedereen heeft evenveel tijd. Het is het kostbaarste geschenk wat je ooit kunt krijgen. Luister goed. De hoeveelheid tijd die ik heb, is me van Gods wegen gegeven. En ik word zo verdrietig als ik mensen hoor zeggen, oh, dat is een leuk tijdverdrijf. Dan denk ik, come on! Tijd is het allermooiste en meest unieke en onvervangbare geschenk dat de schepper je ooit had kunnen geven. Tijd verdrijf je niet, tijd besteed je. Tijd investeer je in hetgeen wat het meest belangrijk is. De besteding van je tijd. Tijd is leven. En dus is het zo dat als ik tijd reserveer voor mijn relatie met God, dan is dat het hoogste wat ik kan doen. En als ik tijd investeer in mijn relatie met anderen, als ik liefde wil geven voor anderen, als ik liefde wil geven aan anderen, dan is dat het hoogste wat ik kan doen met mijn tijd. Het hoogste geschenk, luister goed, het hoogste geschenk wat jij ooit kunt geven aan mij, is je tijd. Je kunt me 1 miljoen geven, maar dat haalt het niet bij 10 minuten van je tijd. Want tijd komt nooit meer terug. Deze seconde komt nooit meer terug. En jullie hebben ervoor gekozen om die seconden te investeren vanmorgen, hier en nu, in groei in je relatie met God en in je relatie met anderen. Je bent hier niet alleen maar om te ontvangen, maar je bent hier om je tijd te investeren in God
In je relatie met God en in je relatie met de mensen om je heen. Een van de grootste problemen is dat heel veel mensen denken dat de kerk bedoeld is om jou te geven. Maar ik zeg je, je bent hier in deze kerk om anderen ook te geven. Je bent hier niet alleen maar om te ontvangen. Als je hier alleen maar was om te ontvangen, lieve schatten, dan ben je echt helemaal niet op het punt waar God de kerk voor bestemd heeft. Je bent hier namelijk om te geven. Al die andere mensen hebben jouw liefde nodig. Die hebben het nodig om bevrucht te worden met jouw resultaat van je relatie met God. Oké, zeg maar even tegen degene die naast je zit, dat wist ik, daarom zit ik naast je. Tijd is leven. Het is het meest kostbare geschenk wat je kunt geven. Afgelopen week las ik dat er een onderzoek is gepubliceerd dat de mens gelukkiger wordt van het kopen van tijd dan het kopen van goederen. Ik geloof dat tijd kostbaarder is dan bezit. Het enige wat telt, zegt Galaten 5 vers 6, is geloof dat zich in liefde uit. Geloof dat zich in liefde uit. Ik sla even wat over. Ja, dat is allemaal bewaard, maar dat ga ik nu niet vertellen, want ik heb nog wat 10 minuten. De Bijbel zegt zonder liefde... Ja, die is leuk. De Bijbel zegt zonder liefde ben ik volledig bankroet. Liefde is het kapitaal van de hemel. Liefde is het kapitaal van de hemel. De Bijbel zegt, er zijn maar 3 dingen die alle eeuwen overstijgen en die meegaan in de eeuwigheid. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is liefde. Dat is het kapitaal van de hemel. De Bijbel zegt, wees net als Christus, die zoveel van jou hield, dat hij zich voor je opofferde om je zonde weg te nemen. Derde punt, laatste punt, snelpunt. De beste tijd voor liefde is nu. Het is toch een heel belangrijk punt. Want Jezus, daar staat van geschreven, dat hij nooit heeft gewacht, nooit heeft vertraagd of nooit heeft uitgesteld om te geven wat gegeven moest worden. Er staat dat Jezus gaf zijn leven en zijn liefde op exact de juiste tijd. Romeinen 5 vers 8, 1 Timotheüs 2 vers 6 en ga zo maar door. Jezus gaf zijn liefde en zijn leven op exact de juiste tijd. Dat wil zeggen op de tijd die God had voorbereid. De Bijbel zegt in Galaten 6 vers 10, daarom moeten we altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen goed en vriendelijk zijn. Efeze 5 vers 16 zegt, grijp elke gelegenheid aan om goed te doen. Weet je wat het woord is wat er op beide plaatsen staat? Het woord kairos. Daar staat niet het woord chronos, daar staat dus niet het algemene woord voor tijd, daar staat het woordje kairos. Dat betekent, kairos is de van God voorbestemde tijd waarin hij een deur opent die jij door mag gaan. Kairos moment. Een bijzonder moment van Gods wegen. En ik geloof dat heel veel mensen te weinig leven met het idee dat God kairos momenten voorbereidt. Jezus is gekomen op exact de juiste tijd dat God de deur opende, dat degene die zetelde in de hemel naar de aarde kwam om daar een verschil te maken. Jezus heeft op exact de juiste tijd zijn leven gegeven en heeft uitgeroepen, het is volbracht. Op exact de juiste tijd. Hij is de deur doorgegaan die God gaf. Zelfs toen hij bloed zweette en zei van, Heer, kan deze beker niet voorbij gaan? Hij zei, maar uw wil geschieden. Niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden. Nou, ik zeg je dit. Wij leven zo in het chronos tijdperk. Het algemene, we hebben tijd. Och, wat duurt de dag lang.
dit is wel de langste vakantie die ik ooit heb meegemaakt. Oh, wat heerlijk als mijn kinderen straks weer naar school gaan. We mogen veel meer leven in het kairos-moment. Het moment dat we herkennen als een geschenk van God, waarbij een deur geopend wordt voor iets bijzonders van Gods wegen. Een bijzondere ontmoeting, een bijzonder moment. Gods speciale kairos-moment. Als de Bijbel dus zegt, ontzeg niets goeds aan wie je toekomt, zolang je bij machten bent het te geven. Zeg nooit tegen je naaste, ga weg, kom morgen maar eens terug. Morgen geef ik het je wel, terwijl je het nu hebt. Ik geloof dat er mensen zijn in deze zaal. By the way, uit CBS-onderzoek blijkt dat 22% van de Nederlandse bevolking gevoelens kent van diepe eenzaamheid. Dat betekent dus dat 1 op de 5 mensen in deze zaal precies weet waar ik het over heb en de rest kent het af en toe. Ik geloof dat God jou hier heeft gebracht en je volgende week weer hier brengt en de rest van het jaar hier brengt, omdat hij een kairos moment heeft voorbereid, zodat jij voor die ander kunt zijn wat God wil zijn, om die ander te bevruchten met de liefde van God. God heeft deze dag voorbereid, zodat jij een ander uit zijn of haar eenzaamheid kunt meenemen naar het hart van God. Ik geloof dat jij hier bent en ik geloof dat je naar je connectgroep gaat en ik geloof dat jij in je straat daar geplant bent waar God je wilde hebben en ik geloof dat je op je werk op die plek bent neergezet met een doel of op school, zodat je daar de kairos momenten van God kunt uitleven, zodat je mensen uit hun eenzaamheid kunt helpen komen door ze de liefde van God te geven, door ze te bevruchten met liefde van boven. En dat betekent dus dat jouw leven er vanaf dit moment heel anders gaat uitzien als je je daaraan gaat houden. Gods antwoord op alle nood is liefde. En Gods tijd voor liefde, voor dat antwoord is nu. De Bijbel zegt, jaag de liefde na. Weet je, het is niet goed voor een mens dat hij alleen is. Als jij op dit moment het gevoel hebt, ik ben eenzaam, dan kun je natuurlijk wachten totdat er een ander naar je toe komt. En als er dan naast je iemand zit, die ook denkt, ik wacht totdat er iemand naar me toe komt. En daarnaast zit iemand te wachten, ik hoop dat er vandaag iemand naar me toe komt. En daarnaast zit iemand te wachten, ik hoop dat er vandaag iemand naar me toe komt. Dan zit er daar een hele rij mensen op een rijtje, die zitten te wachten tot Sint-Jutemus. Dat betekent dus dat we iets mogen gaan doorbreken. Zou je op dit moment jezelf de opdracht willen geven dat jij de eerste bent die opstaat. Om die ander te bevruchten met Gods liefde. Ik kies ervoor. Ik kies ervoor. Om liefde te geven. Huiswerk. Dit is een moeilijke zondag voor sommige mensen, want je krijgt huiswerk. Vraag deze week elke ochtend, Heilige Geest, is trouwens goed om je dag altijd te beginnen met je ontmoeting met God. Heilige Geest, goedemorgen. Wie mag ik vandaag extra zegenen met de expressie van uw liefde en van mijn liefde, door wat tijd in die ander te investeren? Toon mij de kairos momenten die u heeft voorbereid. En ik zeg je, ik garandeer je, op het moment dat jij dat bidt 's morgens, dan gaat God je die kairos momenten geven. Dan gaat God deuren openen. En niet alleen elke ochtend doe je iets, elke avond doe je ook iets. Elke avond bid je opnieuw. En zeg je, Heilige Geest, hier ben ik weer. Ik wil graag evalueren
de resultaten van deze dag, van de dingen die we de afgelopen tijd hebben beleefd. Ik wil de resultaten evalueren en wilt u me laten zien wat mijn investering, mijn bevruchting teweeg heeft gebracht. Wilt u me helpen om die liefdesexpressie ook een vervolg te geven? En wilt u me laten zien hoe dat die ander dichter aan uw hart heeft getrokken? Als je dat 1 week doet, dan geef ik je 1 garantie. Het verandert je volkomen. Want je wordt een blij mens. Je wordt een doelgericht levend mens. Je wordt een gelukkig mens. Omdat je bent veranderd van ontvangen alleen naar ontvangen en geven. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Oké. Bedenk dus, de beste besteding van mijn leven is liefde. De beste expressie van mijn liefde is tijd. En de beste tijd voor liefde is nu. Ga staan. Ja, dat denk ik ook altijd. Als ik denk, oh Heer, wat een fantastische, heerlijke tijd mag ik tegemoet gaan op grond van uw woord. Dan heb ik ook altijd het gevoel dat mijn hart applaudisseert voor de koning der koningen. Koning Jezus, de komende tijd wordt een heerlijke tijd. Ik wil de komende tijd, wil ik het hoogste doel voor mijn leven omarmen. Ik geloof, Heer, dat de beste besteding van mijn leven liefde met u is, waarin u mij bevrucht met uw hemelse liefde. En de beste besteding van mijn leven is een bevruchtend leven van daaruit naar alle mensen om me heen. Ik bid u dat u me mijn eerste liefde in mijn relatie met u en mijn eerste liefde van daaruit in mijn relatie met mensen weer teruggeeft. Wilt u het feest van liefde weer reëel en actueel maken in mijn bestaan? Ik bid u dat u me gaat helpen om een leven beter in te delen, zodat ik geniet van elke seconde die u mij geeft. En die seconde wil ik op de best mogelijke manier besteden. Ik wil tijd investeren om liefde te leven. En dank u wel dat ik de komende tijd wonderen ga zien. Als ik door de Kairos deuren ga die u voor mij opent. Heer, wie mag ik de komende tijd extra zegenen? Ik bid u dat u mij mensen toont op dit moment, die ik de komende tijd een appje mag sturen, of een kaartje. Mensen die ik even mag bellen. Mensen die ik mag bemoedigen, meer dan alleen maar een duimpje op Facebook. Ik bid u dat ik een drager word van het leven dat u in mij heeft gegeven. Door dat leven te vermenigvuldigen overal waar ik kom. Dank u wel dat u mij zegent. Met bovennatuurlijke liefde.